Dankjewel. Ik heropen de vergadering van de tijdelijke commissie ICT. Wij gaan door met onze hoorzittingen, onze openbare gesprekken. En nu met de heer Flippo. Hartelijk welkom. Welkom. De commissie gaat u een aantal vragen stellen waarin mevrouw Bruinslot naast mij en ik het voortouw zullen nemen. De rest van de commissie doet aandachtig en gemeenschappelijk als altijd ook gewoon mee. Daar de heer Ulenbelt, daar de heer Van Menen, mevrouw Fokke en de G4 heeft u kennis mee gemaakt. Zou u eerst heel kort willen vertellen wat uw jarenlange ervaring is bij de Rijksoverheid en ook nog iets over de huidige overheid, waarin u hebt opgetreden in relatie tot ICT-projecten? Laten we dan toch maar beperken tot de CAO-rol. Bij Buitenlandse Zaken, pakweg 2000 begonnen. Chief Information Officer? Ja, en binnen, maar avant la lettre, begreep ik. Avant la lettre, ik weet niet welke letter dat is, maar komen we waarschijnlijk nog wel op. Ja. In ieder geval de functie heette daar hoofddirecteur informatisering, tegelijkertijd de CIO. Dat is van, denk ik, van 2000 tot 2008 of 2009 of zo. Vervolgens heel even bij BZK gezeten. En ik ben thans CIO van de gemeente Amsterdam. Yes. En daarvoor was ik werkzaam binnen de overheid als directeur in de sociale zekerheid. Dan heb je ook te maken met IT, maar vanuit een andere rol. Ja, heb ik goed begrepen dat u ICT, dat u daarvan zegt, ja, dat is niet zozeer het probleem bij sommige overheidsdingen die wij hier allemaal bespreken. Het is veel meer de bedrijfsvoering, namelijk wat wil je bereiken en hoe. Dat is tenminste even belangrijk als die hele ICT-component waar jullie als commissie nou je blind op staren. Is dat een beetje een redelijke samenvatting van wat u vindt? Ja, een beetje. Wat ik bedoel te zeggen is dat ik altijd wat moet lachen om een term als grote ICT-projecten. En ik denk dat er geen grote ICT-projecten zijn. En als die er zijn, dan zijn het projecten die vanuit die echte IT worden ingezet door directeuren IT op het gebied van hardware of netwerken. Dat zijn voor mij grote ICT-projecten. En de projecten waar hier onderzoek naar gedaan wordt zijn naar mijn mening eigenlijk beleidsmatige programma's of projecten die vaak met een maatschappelijke doelstelling zijn gestart, waardoor uiteindelijk ook ICT daar een groot deel van uitmaakt en dat kan dan goed en fout gaan. Maar het zijn geen grote ICT-projecten, het zijn gewoon grote programma's en projecten van de Rijksoverheid. Daar komen we nog verder over te spreken, maar het is interessant om te weten hoe u daar tegen aankijkt. Wat ook van belang is, komen we ook over te spreken, is over bureau Gateway. En nogmaals, dat gaan we later allemaal nog wel uitleggen, maar daar zit een element in van de start, dat noemen ze starting gate. Komt dat er niet eigenlijk op neer, in uw visie althans, en ook daar gaan we dan wel over door, maar denk na voor je begint, het is zo simpel als maar zijn kan eigenlijk, hè? Denk na voordat je begint met een of ander proces waarin je ook ICT gebruikt. Denk nou eens goed na voor je begint in plaats van zomaar te starten. En dat gebeurt te vaak, vraagteken. Klopt dat? Het zijn twee verschillende dingen. Eerst de definitie van wat het is en dan vervolgens uw conclusie dat het te vaak niet gebeurt. Nee, in vragende vorm. Starting gate, ja, ik ga het niet halen wat je zegt. Wat u zegt is in feite, denk heel goed na aan het begin van een beleidsdoel of een maatschappelijk doel wat je als ministerie of organisatie hebt. Welke stakeholders komen daarbij aan boord? Hoe betrek je dat bij het maatschappelijk middenveld? Wat zijn de pro's en contra's? Wat is haalbaar en wat wil je realiseren? Dan ben je nog niet met IT bezig, ben je echt bezig met je beleidsdoelstellingen. Dus inderdaad, bezint eer gij begint. Open deur, toch heel vaak niet aan gedacht of niet serieus voldoende aandacht gegeven, toch? Nou, dat laatste weet ik niet, maar ik denk wel dat vaak onvoldoende transparant is beschreven aan de voorkant, zodat het ook een titel heeft waarlangs mensen elkaar in het proces daarna kunnen vasthouden. Was dat nou oorspronkelijk de doelstelling? Er wordt wel over gesproken, want niemand doet natuurlijk iets zomaar, laat dat duidelijk zijn. Maar je moet jezelf ook de transparantie als overheid opleggen om te beschrijven wat dat is, zodat je in de volgtrajecten bij die doelstelling kan blijven. Dus het is vaak echt het vastleggen en het willens en wetens daarover in scenario's durven en kunnen denken. En dat dan vastleggen. En is dat de titel waarlangs je in het vervolg van het proces met elkaar zegt, oh, dat was dus het doel. Anders gaan doelen toch vaak schuiven of in tijd of in inhoud. En je hebt een soort
uitgangspunt nodig. We schuiven langzamerhand onze inhoudelijke vraagstelling in. En de minister, de vraag is dan... wij doen ons onderzoek met de bedoeling om een rode draad te vinden en te zorgen dat we dingen kunnen verbeteren bij de overheid. Het ligt voor de hand. Op basis van uw ervaring, wat is volgens u de belangrijkste oorzaak van veel problemen, ik blijf het dan toch maar even zo noemen, met uw goedvinden of niet, van ICT-projecten? Waar zit de kern? Ik denk dat de kern zit in... De complexiteit van die Rijksoverheid, met name bij ketens, bij ketenpartners, de veelheid van ketenpartners, en het binnen die samenhang niet altijd duidelijk hebben wie de regie heeft over die ketens, dat maakt het gewoon complex. Ik denk dat het bij aanbestedingen, dat komt ook regelmatig aan de orde, een probleem is doordat je die overheid eigenlijk zijn vraag ziet bundelen, waardoor steeds meer partijen betrokken raken bij een en dezelfde aanbesteding vanuit de gedachtegoed, dat de prijs natuurlijk kan drukken, een grotere vraag leidt tot een lagere prijs. Daar komt dan tegenover te staan dat die vraagbundeling zo groot wordt, dat de kavels groot worden, de gecapitaliseerde waarde wordt groot. En dan is er ook niet meer een unieke marktpartij die eraan kan voldoen. Dan krijg je dus een samenhang van marktpartijen die een aanbieding gaan doen. En dan krijg je hele lastige, megalomane trajecten die lastig bestuurbaar zijn met meerdere partijen. En als je dan niet heel duidelijk hebt wie in welke rol zit, dan leidt dat gauw tot extra aandachtspunten of acties. Dat zijn drie... Hij is al niet klaar. Nee. Dat is maar ik kan zo verder hoor. Je kunt wel even interfereren. Nee, ik laat u graag uw vervolg... Dan denk ik dat een ander probleem is, dat wat voor kan komen bij de ICT-projecten, is de veronderstelling dat de markt zoveel beter is en kan leveren wat ze kan leveren. Ik moet eerlijk gezegd altijd een beetje lachen om die marktpartijen die naar die overheid kijken alsof ze allemaal zo dom zijn. Niet te vergeten, die markt zit in 95% van de grote trajecten volledig aan boord. En die professionaliteit is lang niet altijd zo als dat wordt verwacht. Ik heb daar zelf ook voorbeelden van gezien, van ik denk nou... Goed opdrachtgeverschap, daar kunnen we als overheid heel veel van leren, maar goed opdrachtnemerschap is net zo belangrijk. Maar dan zijn euro's toch vaak belangrijker dan de werkelijkheid. En uiteindelijk is het gewoon complex om zo'n heel IT-landschap voor een overheid of een overheidsinstelling, met alle partijen die daaraan bijdragen, 24 keer 7 in beweging zijnde, ja, toch gewoon goed in de cloud houden. Maar dat geldt voor iedere partij. Nou, laten we die verschillende brokken eens langslopen, mevrouw Van Slot. Nou, daar komen we zeker allemaal aan de orde. Maar de eerste punt waar ik graag nog wat nader op wil ingaan is dat u zegt dat op een gegeven moment onduidelijk is dat de overheid wie de regie houdt over de ketens. Als u spreekt over regie, wat bedoelt u dan? Als ik het heb over regie, gaat het over als er een proces loopt over meerdere ministeries met daarbinnen meerdere diensten die daar partijen zijn. Neem een visumproces. Dan heb je te maken met een ambassade. Je hebt te maken met het ministerie van Buitenlandse Zaken met een andere rol. Je hebt te maken met de Marussee. Je hebt te maken met de politie. Je hebt te maken met de IND. En dat is soms verdeeld over verschillende verantwoordelijkheden. Als je over zo'n heel proces een informatiseringstraject wil leggen, dan zou je uiteindelijk toch terug moeten kunnen naar iemand die uiteindelijk zegt, we gaan rechts of links af. En ten tweede, al die partijen hebben een andere status van volwassenheid. De een is verder dan de ander. En uiteindelijk is toch de zwakste schakel die bepaalt de voortgang. En dat vergt heel veel overleg. En wat je dan toch uiteindelijk ziet is, wat wij vaak zien als simpele automatisering, wordt toch teruggebracht tot bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheden. En is het soms toch wat minder makkelijk dan het op het eerste zicht lijkt. Dat antwoord een beetje helder? Dat is een zeker heldere verduidelijking, omdat mevrouw Sneller hier vanochtend ook zat en aangaf dat een van de problemen is dat inderdaad de regie onduidelijk belegd is. Wie is nou uiteindelijk verantwoordelijk en wie heeft de bevoegdheden? Ik hoor dat in uw antwoord ook terug. Nou, niet dat het per definitie zo is, maar dat het voor kan komen. Precies. Ik kan niet spreken voor alle ministeries. Dat lijkt mij een goede nuancering. Ik wil graag een beeld aan u voorhouden. En het beeld is al eerder 2,5 week geleden hier naar voren gekomen. Dat bij ICT-projecten wordt er vaak een parallel getrokken met het bouwen van een huis. Je moet weten van tevoren wat je gaat bouwen, voordat je begint met de fundamenten. Gaan we een villa bouwen of gaan we een flatgebouw bouwen?
En een van de genoemde oorzaken voor dergelijke problemen is dat men vaak van tevoren start met zo'n project zonder dat men echt weet of men nou een villa gaat bouwen of dat men een flat gaat gebouwen. En het tweede element daarin is dat men ook gedurende het traject soms een ander bouwwerk bouwt dan men wil. Herkent u dit beeld en wat vindt u van deze constatering? Ik kan me wel voorstellen dat mensen die vergelijking trekken, maar dan moet ik toch gelijk even nuanceren dat er wel een groot verschil is. Kijk, het grote voordeel van een huis of een flat bouwen, als wij ons voornemen een huis te bouwen en het blijkt halverwege een flat te worden, dan lopen wij er langs en dan zien we een flat. En dan zeggen we tegen elkaar, we willen toch een huis bouwen. Dus het grote verschil tussen software en huis is dat het niet zichtbaar is. Het is natuurlijk voor een heel groot deel een iteratief proces der dingen. Wat leidt tot software, tot keuzes in hart. Dus het is in die end veel minder zichtbaar. Wat wel zo is natuurlijk, is dat je heel goed de scope van waarmee je begint en je doelstelling moet vaststellen om te voorkomen dat dat gaat uitbreiden. En ik neem aan dat dat de vergelijking is die wordt bedoeld. En dan herken ik het wel, omdat het natuurlijk echt voor kan komen dat je met elkaar een politieke doelstelling hebt om iets te willen bereiken. Dat leg je misschien zelfs vast in zo'n starting document of een ander document waarin je dat doet als start van een programma. Nadat je hebt gezien dat het ook daadwerkelijk de doelstelling is. Dan moet je heel strikt proberen te houden aan de scope van het oorspronkelijke plan. En ook aan het projectplan wat je daaronder hebt gelegd. Met alle functionaliteiten. Dus waar staat de bouw? Waar begint de eerste etage? Waar is het toilet? En noem maar op hè, in die vergelijking. Want op het moment dat dat niet wordt bewaakt, dan ga je dus meer werken. Dan zou je in theorie van een huis een flat kunnen maken. Het zou erg zijn, maar dat terzijde. Maar dan krijg je die scope creep die ontstaat. En dan krijg je dus grotere projecten. En dan gaat het ook langer duren en kost meer geld. Ja, nog heel even voor die mensen die vanmorgen niet meegekeken hebben. Heb ik niet en dat was u ook. Wij hebben een hoogleraar taal, meneer Renkema, gevraagd om ons een beetje te helpen om al die rare woorden te vertalen. En scope creep, daarvan maakt hij domeinverbreding of projectvervaging of einde projecten. Dat is dus het idee dat zo'n project steeds je gaat meer doen uitdijt, dan je oorspronkelijk bedoelt dat te doen. Dan wat je onder het oorspronkelijke ontwerp had zitten. Dus. Ja, omdat iemand dat nodig vindt. Hè? Ja, en wie vindt dat nodig eigenlijk? Als het goed is de opdrachtgever. Ja. U maakt inderdaad het punt, en dat vind ik ook heel helder, is dat het verschil is tussen ICT-project en ander project is dat de buitenstaande niet bij een ICT-project ziet wat er gebouwd wordt. Maar wat moet er veranderen om ervoor te zorgen dat er bij de start in de basis ook betere keuzes gemaakt gaan worden? Nou, ik wil toch even teruggaan, want u verbindt nu twee dingen. Dat je niet kan zien wat er gebouwd wordt, dat is zo omdat het niet een bouwwerk is. Maar er zijn natuurlijk wel zo langzamerhand methodieken waardoor dat ook een beetje meer zichtbaar wordt. Je kan natuurlijk stukken laten bouwen aan de voorkant voor je gaat beginnen. Waardoor je een gevoel krijgt van hé, dit is inderdaad datgene wat we zoeken. Waardoor je toch iets meer zichtbaar maakt wat je doet. Ik denk dat dat wel een van de belangrijkste mogelijkheden is om het te doen. Is dat de antwoord op de vraag? Dat is in ieder geval een heldere verduidelijking. Welke methodieken denkt u dan aan? Nou, je kan inderdaad een soort prototyping aan de voorkant laten zien. Je moet alleen als opdrachtgever altijd heel goed begrijpen dat het lucht is. Hè, het is in feite is het een stuk gevisualiseerd werken van datgene wat je in de toekomst wil krijgen. Waardoor je op dat moment beseft, hé, wacht, dat zou voor die maatschappelijke doelstellingen kunnen. Dat zou kunnen om burgers daar naartoe te kunnen gaan. Dat zou betekenen voor mijn organisatie dat ik daar dat in kwijt kan. En dat moet ongeveer zo gaan werken. En dat is een van de methodieken die kan werken. Je moet alleen heel alert zijn als opdrachtgever in zo'n fase, dat je niet denkt dat je daarmee een systeem hebt. Ik heb toevallig één stukje gezien van iemand die zei dat je binnen een week een stuk software kan bouwen. Nou, dan moet ik heel eerlijk zeggen, dan lopen de rillingen over mijn rug. Nee, want daar wilde ik ook inderdaad naar refereren, dat die opmerking is eerder tijdens de eerste hoorzitting gemaakt. Maar bedoelt u met prototyping dat u een soort model wordt gebouwd of nou, een eerste deel? Kunt u dat iets beter nog toelichten voor de luisteraar? Nou, wat je soms ziet is dat als je start voor zo'n groot, laat ik even aanbesteding, gunning, et cetera, los. Maar je zou ook in je aanbesteding kunnen meenemen dat je zo'n soort situatie wil creëren of
of een soort proof of concept. Toon maar aan dat het werkt. Dat zijn natuurlijk methodieken die werken. Maar je kan een soort prototype laten bouwen, waardoor je samen met je opdrachtnemer en de andere partijen daar aan de voorkant van zo'n traject op hoofdlijnen van kan zien. Ja, dat is ongeveer toch wel wat we willen. En inderdaad, dan kunnen die burgers erbij. En inderdaad, dat zou zo kunnen doorwerken in de back-office, waardoor je in ieder geval iets visualiseert aan de voorkant waarlangs je verder kan gaan. Hoe vaak wordt er al gebruik gemaakt van deze methodiek binnen de overheid? Heeft u daar zicht op? Nee, ik durf echt niet voor de overheid dat te spreken. Ik heb het diverse keren gezien. En het heeft wat dat betreft best voordelen. Maar tegelijkertijd moet je heel alert zijn niet te denken dat je dan iets moois hebt. Het is slechts het gevoel wat je versterkt. En je kan met elkaar dan beter afstemmen of het gaat worden wat je wil. Ja, want daarop vertrouwen gaf u zo net op aan. Dat geeft ook een te groot risico. Ja. U had het zo net ook over de starting gate als een manier om te bezinnen eer men begint. Die methodieken, die prototyping, is dat onderdeel van die starting gate of bedoelt u daar toch nog iets anders mee? Nee, het is heel goed dat u die vraag stelt. De starting gate is een van de laatste loten aan die gateway-methodiek. De starting gate zegt eigenlijk, voordat je een beleidsmatig doel wil bereiken of een beleidsmatig programma wil gaan opstarten, is het verstandig om juist in die fase om met beleidsmakers, vooral met beleidsmakers, te gaan nadenken over, wat is dat maatschappelijk middenveld? Wie moeten we erbij betrekken? Past dat in de termijn die we gekregen hebben van misschien wel de Tweede Kamer? Is een stuk wetgeving te realiseren op dat moment? Welke partijen moeten daarbij betrokken worden? Zijn die doelen haalbaar? Liggen er zaken op het gebied van privacy op de loer die tijd kosten? Waardoor je nog beter aan de voorkant een gevoel krijgt of de opdracht die je hebt als in dit geval een ministerie, zeg maar, of dat in tijd haalbaar is en langs welke wegen je daar kan komen. Het is echt bezint eer gij begint. Ja, dat is een goede samenvatting. Nee, het is ook heel herkenbaar. Alleen als wij ook kijken naar het onderliggende rapport, wat natuurlijk bij het verschijnen van ons eindrapport ook uitkomt, is dat een van de valkuilen is dat sleutelfiguren graag snel resultaten willen tonen, maar ook snel aan de slag willen gaan om het budget wat ze krijgen ook te rechtvaardigen. Als we kijken naar achterliggende oorzaken, waarom eigenlijk dat die logische bezint eer gij begint, dus de starting gate, wordt gebruikt. Wat zijn eigenlijk de achterliggende oorzaken dat nu nog onvoldoende gebeurt? Waarom? Anders moet het natuurlijk, hoeft het ook geen nieuwe lood te zijn aan de gateway-procedure. Ik weet niet of het nu nog niet gebeurt. Ik zeg alleen dat het heel goed zou zijn als mensen het doen. En als ze het geen starting gate noemen, dan vind ik het ook prima. Je moet gewoon ordentelijk, transparant die analyse maken. En of de starting gate maakt niet uit. Ja, ik schrik een beetje van het feit dat er mensen zijn die projecten zouden willen realiseren om geld uit te putten, als ik heel eerlijk ben. Dan snap je toch niet hoe je werk moet doen. Laat ik het daar maar bij houden. Ik zal het gewoon nooit doen. U zal het niet doen. We hebben inmiddels hier meerdere sprekers gehad die daar wel op doelden. Dus er zijn ook andere opvattingen op dat terrein. Maar u geeft in ieder geval zelf aan dat u zegt van ja, dat is niet mijn manier uitsloten van werken. Nee. Ja. Ik geef geen geld uit wat ik niet heb. Het geld dat ik uitgeef aan IT kan mijn moeder niet krijgen voor de AOW. Zo simpel zit de wereld in elkaar. Nou, precies. Het geld wat wij uitgeven aan IT kan ik niet ten goede laten komen van de AOW van mijn moeder. Dat zijn de keuzes waar het om gaat. Maar dat is een gevoel waarvan een stuk of vier mensen op de eerste dag van onze gesprekken heeft gezegd, onafhankelijk van elkaar, dat gevoel is onvoldoende aanwezig bij de overheid. Bij besluitvormers bij de overheid. Herkent u dat wel? Nou, bij mij in ieder geval niet. Laat dat duidelijk zijn. Nee, maar dat was de vraag niet. Dat geloof ik wel dat u dat zelf zo vindt. Maar u kent die overheid goed. Er waren vier mensen die hier onafhankelijk van elkaar zeiden, het is het eigen geld niet en dus wordt het er gemakkelijk mee omgegaan. Daar kwam het echt op neer. Ik maak het niet sterker dan het gezegd is op die dag. Herkent u dat beeld? Nou, om eerlijk te zijn niet. Nee. En ik schrik er echt van. Nee. Ik wil trouwens, dat was nog een deel van uw vraag. Dat was de vraag of opdrachtgevers niet sneller willen dan oorspronkelijk bedoeld was. Dat was volgens mij een deel van uw eerste vraag. Dat herken ik natuurlijk wel. Maar dat hangt ook wel een beetje af van het soort programma of project waar het over gaat. Soms zijn er programma's of projecten die op initiatief van de Tweede Kamer natuurlijk worden gevraagd aan een vakminister.
stukken wetgeving die per een bepaalde datum moeten worden gerealiseerd, verklaard. En dan is het over het algemeen toch zo dat zo'n opdrachtgever in eerste instantie de vakminister, en die delegeert het dan naar een directeur-generaal of anderzijds, die druk natuurlijk wel voelen. En daar heb ik zelf ook wel voorbeelden van gemaakt. Maar om eerlijk te zijn, voor zover ik daarover kan oordelen, is het dan toch altijd zo dat we gaan kijken in hoeverre dat haalbaar is en realiseerbaar is. En als dat dan niet zo is, dan gaat, als het goed is, zo'n vakminister toch terug naar de Tweede Kamer om te zeggen, ik red het niet. Of het moet iets later. En als een opdrachtgever, of dat nou een vakminister is, of een directeur van de organisatie dat niet doet, ja, dan heb je aan het begin al een probleem gecreëerd. Eerlijkheid duurt langs. Komen die signalen altijd helder door de ambtelijke organisatie heen bij de minister terecht? Altijd bij de minister. Dat zijn van die generieke termen waar ik graag van verre blijf. Ik beperk het gewoon tot mezelf. Als er een programma of een project is waar mijn minister voor verantwoordelijk is, en vanuit mijn rol heb ik het idee dat we dat niet gaan halen, dan zorg ik dat dat komt. Want dat, daar ben ik voor, weet je. Als je dat aan het toeval overlaat om een minister niet te beschermen, want dat, daar ben je voor. Je bent ervoor om een minister te beschermen tegen het doen van toezeggingen naar bijvoorbeeld een Tweede Kamer. En als je niet geschikt bent om die minister, hoe vervelend dat is, om 5 voor 12 te zeggen dat dit niet goed gaat, dan moet je op de plek gaan zitten. Dus als ergens zo'n nota met zijn advies in de organisatie stopt en weer terug bij u komt zonder bij de minister is geweest, dan bent u in ieder geval in staat om gewoon het gebouw door te lopen en op een andere manier de informatie wel bij de minister te krijgen. Om gewoon een beeld te geven van wat u bedoelt. Dat wordt wel een hele kronkelbeweging als u het niet erg vindt. Even teruggaan naar mijn periode bij Buitenlandse Zaken, ook hier bij de gemeente Amsterdam waar ik dan zit. Ga ik natuurlijk niet 35 kronkelbewegingen maken om iets te krijgen waar het hoort. Ik hoor te rapporteren over de voortgang, over de risico's, over het geld dat uitgegeven wordt. En als die risico's groot zijn en ik vind dat het echt hoort op het hoogste niveau te komen, is het mijn verantwoordelijkheid om het daar te krijgen. En tot nu toe heb ik alleen maar de ervaring dat ik het daar wel krijg. Maar misschien heeft het ook iets te maken met met de manier waarop ik daar invulling aan geef. Met de manier waarop u daar? Invulling aan geef. Oké, maar we hebben hier namelijk ook gewoon mensen gehad die zeiden, ik heb vanuit mijn verantwoordelijkheid voor een project 1 iemand en iemand anders vanuit mijn verantwoordelijkheid als hoofd interne juridische zaken wel degelijk gewaarschuwd, dit gaat niet goed, dit gaat fout, maar goed, het komt niet bij de minister terecht en ergens blijft het op ambtelijk hoger niveau hangen en komt het niet door of komt het anders door? In plaats van met grote rode vraagtekens met groene uitroeptekens. Dat is wat ons verklaard is. Ja, maar zoals u nu zegt, ik kan me daar wel bij voorstellen. Maar even dat we toch even weten hoe de gewone wereld in elkaar zit. Hè? Voordat we hier denken dat die rechtsoverheid heel krom in elkaar zit. Ik zat in de bestuursraad van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar moet je om te beginnen als CEO wel zitten, anders heb je toch een probleem. Laten we reëel zijn. Oké, dus daar moet je zitten. Daar zit niet iedere CIO, hè? Nee, Chief Information Officer zit daar niet. Nee, die zit daar niet. Nou, en ik denk inderdaad, maar het is een subvraag, dat als je als CIO je verantwoordelijkheid wil invullen, hoor je echt te participeren in het hoogste orgaan van de organisatie of het ministerie. En anders moet je die functie gewoon niet aannemen. Nou, anders moet je goed gaan nadenken of je die functie moet aannemen, omdat je anders tamelijk snel in een situatie komt dat adviezen wellicht kunnen gaan onderdeel uitmaken van de adviezen waar u net aan refereert. Antwoord is dus ja. Nee, dat hoeft nog steeds niet, want als jij iemand hebt die jou daar vertegenwoordigt en jij bent daar heel goed mee in staat om jouw punt te maken, dan moet hij dat kunnen. Maar voor mij is het wel een van de belangrijkste criteria waarlangs ik zoek om ook gewoon mijn rol te kunnen spelen. Ja. En dan? Nou, dan kan ik me wel voorstellen dat, kijk, zo'n bestuursraad krijgt 35 of 70 dossiers per dag aangegeven. Hij heeft verschillende disciplines van adviezen. Hij heeft een directeur finance, hij heeft een directeur inkoop, hij heeft een directeur juridische zaken. Er zijn mensen die houden zich bezig met processen. Vanuit al die verschillende invalshoeken komen natuurlijk regelmatig adviezen. En het kan me in theorie best voorkomen, afhankelijk van de inhoud, dat een advies uiteindelijk op een hoger niveau anders wordt gewogen en dus daarom niet doorgaat. Dat wil niet per se zeggen dat het advies dom was, maar het zou kunnen zijn dat de belangen anders zijn gewogen of wat dan ook. Dat zou ik me wel kunnen voorstellen. Dat kan, daar geeft u een nuancering erop. Maar niettemin, als u als verantwoordelijke zegt, dit mij overkomt het niet. Echt niet doen. Nee. Okay. Meneer Van Meenen, wilt u nog iets graag aanvullen? Ja,
Dus eigenlijk even terug naar dat gebouw. Okay. Als dat nog even mag. Ja. Als je iets bouwt, een huis of een school of wat dan ook, dan loopt er ook een opzichter op de bouwplaats. Gebeurt dat ook in ICT-projecten? Ja, ja. En zo ja, wie vult dat in? Nou, er zijn verschillende opzichters. Om te beginnen heb je natuurlijk een projectverantwoordelijke die moet kijken of alles goed gaat en daarover integraal rapporteren. Maar die heeft natuurlijk snel de neiging om of te snel te gaan of alleen vanuit zijn projectfocus die doelen te willen bereiken. Als het goed is, heb je een financial controller die los van die projectleider kijkt of nog steeds het geld wat uitgegeven is gekoppeld aan de doelen die je wil bereiken, zodat je binnen die budgettaire kaders blijft. Er is vaak, zeker bij grote programma's of projecten, een soort kwaliteitscontroleur, quality assurance-achtig iemand, die willens en wetens in zo'n programma, los van al die doelen en van die mensen die aan het bouwen zijn, in de gaten houdt of ze bouwen wat bedoeld was, of het wel gaat volgens de procesgang die moet, of de kwaliteitseisen wel worden gerealiseerd, of er wel goed getest wordt. Je hebt soms ook controleurs die op het gebied van testen separaat kijken langs welke weg ga je testen, hoe is er getest, om los van de mensen die testen daar nog eens een oordeel over te hebben. Vaak zie je een afdeling interne controle die er aan te pas komt om te kijken of de controlemaatregelen zijn ingevoerd. Je hebt een CEO die natuurlijk een rol heeft om te kijken of het binnen de kaders plaatsvindt, binnen de strategie die er is, of we nog steeds datgene doen wat we afgesproken hebben, want uiteindelijk moet je toch via de CEO rapporteren aan het hoogste gezag. Dus ja, dat zijn eigenlijk allemaal soorten van opzichters. Ja. Je kunt je bijna niet voorstellen dat er dan nog eens iets misgaat. Nou, of misschien juist wel. Hè. Nou ja, als er zoveel zijn. Want, het is nogal wat. Er lopen zo 6-7 opzichters eigenlijk rond. Ja. Maar die zijn in dienst van de opdrachtgever. Denk ja, ik goed is wel. Het kunnen soms ook externe partijen zijn. Ja. Hoe is het dan toch mogelijk dat dingen toch uit de tijd, uit het geld lopen, uit de doelstelling? Om te beginnen, al die controleurs die ik net noemde zitten natuurlijk allemaal in een andere fase, kijken ze naar iets anders. Maar goed, dan hou je nog steeds. Uiteindelijk komt het toch terecht bij die projectleider. Die projectleider moet het gevoel hebben of hij nog steeds in tijd en geld het realiseert samen met vaak die marktpartij. En die zal daar het zicht op moeten houden en die overeenkomstig moeten rapporteren aan zijn opdrachtgever. U spreekt heel erg zo van dat zou zo moeten zijn. Ja. En zo zou ik het graag zien of zo doe ik het zelf. Ja. Maar gebeurt het ook zo? Ja. Door u wel, ongetwijfeld. Ja. Maar gaan bij mij natuurlijk ook dingen fout op dat punt. Je treft alle maatregelen, soms gaan dingen fout. Maar het is niet zo dat je binnen een programma of project opeens extra geld zomaar kan uitgeven. Dat is gewoon uitgesloten. Ik kom gewoon niet langs mijn financieel directeur als ik zeg het was 5 miljoen en ik verzin vervolgens dat het 6 wordt. Dat gaat echt niet gebeuren. Dan zegt die financieel directeur, ik vind het allemaal prachtig met jou. Maar de oorspronkelijke verplichting was 5 miljoen. Wat ga je er eerst zelf aan doen? En trouwens, waarom heb je niet eerder gewaarschuwd? Want je blijft niet binnen de budgettaire kaders. Dus uiteindelijk kan je in geld, kan je niet zomaar geld bij blijven stoppen alsof dat een automatisme is. Er zijn echt, althans binnen de ervaring die ik heb, is mij dat nooit gelukt. Of ik had goede directeur finance. En zo horen die spanningen er ook te zijn. Dat is elkaar scherp houden, ieder vanuit zijn eigen invalshoek. U had het net ook over het bouwen van het huis en over het belang van een goede start. Onderdeel van die goede start is natuurlijk ook dat er een goede business case ligt. Een zakelijke rechtvaardiging om een project te starten. Wat vindt u van de kwaliteit van business cases in ICT-projecten? En het gebruik ervan gedurende het project? Die verschilt. Kijk, een zakelijke rechtvaardiging, met name bij beleidsmatige programma's, zit hem ook vaak in kwalitatieve baten. Er zijn natuurlijk gewoon projecten binnen de Rijksoverheid die louter kwalitatieve baten hebben en eigenlijk geen financiële baten. Want dat hangt gewoon samen met de maatschappelijke rol die je als overheid hebt. Dan wordt het al lastiger. Want in feite zijn dan de kwalitatieve baten niet in geld en heb je aan de negatieve kant investeringskosten of structurele kosten. Er zijn verschillende business, ik heb er heel veel gezien. Er zijn business cases die op heel hoog niveau zijn gemaakt en waar je een zakelijke rechtvaardiging ziet, vaak bij dit soort programma's. Het heeft betrekkelijk weinig zin om de zakelijke rechtvaardiging van een eis tot een wet te gaan opnemen in een business case. Dan wordt het toch wel,
Die kostenkant moet je wel in de gaten houden. Maar in feite is de opbrengst een wet. Je moet het ook niet wat dat betreft overdrijven. Ik heb hele goede business cases gezien die heel ver gaan. Ik heb ook minder goede gezien. Het grootste risico wat je loopt bij business cases vind ik zelf. En dat vind ik zelf, denk ik ook dat ik daar zelf ook nog niet altijd even goed in optreed. Dus je moet die oorspronkelijke business case gedurende dat proces om het half jaar of jaar er wel weer bij halen. Dit waren de oorspronkelijke gedachten van de opbrengsten en de kosten. Waar staan we nu in dit project? Herijk die business case. Ik ben nu in Amsterdam, mag je best weten, bezig met zo'n herijking van zo'n business case. Om te kijken of die oorspronkelijke uitgangspunten nog steeds overeenkomen met de huidige stand. Ik denk dat dat niet veel gebeurt. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb dat ook niet altijd gedaan. Maar nu vind ik het, ja, ik vond het ook gewoon belangrijk. Dus zijn we ermee bezig. Ik denk dat dat niet vaak gebeurt. Wat zijn de achterliggende oorzaken dat dat niet vaak gebeurt? Dat er niet wordt teruggegrepen op de oorspronkelijke business case? Nou, er wordt misschien wel teruggegrepen op de oorspronkelijke business case. Maar het is natuurlijk belangrijk om te kijken of die business case nog steeds valide is als een programma 2 of 3 jaar loopt. Want dan kan je tussentijds kan je terug naar je opdrachtgever, om tegen die opdrachtgever te zeggen, want eigenlijk moet dit de opdrachtgever zijn die het doet. Want die moet voor zichzelf weer even terug naar de oorspronkelijke uitgangspunten. Dit waren de opbrengsten, de vermeende opbrengsten en de vermeende kosten. Waar staan we nu? Zitten we nog steeds in die lijn? Hey, het is niet zo. Wat is hier aan de hand? De reden daarvan. Ik denk dat mensen zo gefocust zijn op het bereiken van die doelen van zo'n programma en project, dat ze te vaak zo'n business case alleen maar zien als een oorspronkelijk startdocument. Dus als een soort zakelijke rechtvaardiging om binnen de financiële kaders en de opbrengsten ook in kwalitatieve zin te mogen starten. En minder als een soort spoorboekje die je toch ook mee moet nemen gedurende de periode daarna. En dat is wel heel belangrijk. En dat is dus, de business case zou meer als spoorboekje moeten worden gebruikt, als richting. Maar de business case ook, zou dat ook moeten worden gebruikt als een soort instrument om op een gegeven moment te zeggen, ja, maar we gaan nu zo van het pad af. Het is klaar. Of het moet anders, we moeten stoppen. Ja, dat zou kunnen. Maar tegelijkertijd, daar heb je niet de business case voor nodig. Het zou wel zo moeten zijn dat als je met een programma of project bezig bent, waarvan je inderdaad, zoals die meneer daar net aangaf, het gevoel hebt dat die uit tijd of uit geld loopt, dan hoor je wel bij je opdrachtgever terug te gaan en zeggen, hey, ik zie dit. Ik heb het idee dat we te veel aan het bouwen zijn, of ik heb het idee dat onze marktpartner onvoldoende functioneert, of ik denk dat wij zelf niet in staat zijn op dit moment iets anders te doen. Dan moet je gewoon heroverwegen of je op diezelfde condities met het programma doorgaat, of dat je misschien wel helemaal omdraait en kleinere brokken gaat doen om het in de hand te hebben. Is die business case is die ook voldoende leidend om inzicht te krijgen in de kosten van ICT, van een overheidsproject? Het moet wel zo zijn dat die business case leidend is voor het desbetreffende project waarop die van toepassing is. Wat natuurlijk nog veel belangrijker is, als we het hebben over grote programma's met als onderdeel die ICT, is wat de structurele kosten zijn die voortvloeien, zelfs nadat je dat programma of project hebt gedaan. De vertaling van die investeringen naar datgene wat je hebt gerealiseerd, in structurele zin naar de onderhoudskosten, dat is natuurlijk een hele cruciale. Anders heb je een prachtig programma en neem ondertussen je kosten toe. Dus je moet ook echt goed in beeld proberen te krijgen wat of er sprake is van verhoging of verlaging van je structurele beheerkosten. En dat zit, en klopt het dat niet altijd in die business case zit? Ja. Dus het kan gebeuren dat er bijvoorbeeld een systeem voor 5 miljoen euro wordt gebouwd. Mevrouw Sneller had het vanochtend ook al over, maar dat bijvoorbeeld de business case of de beheerskosten, structurele beheerskosten, zodanig stijgen dat uiteindelijk het baat van zo'n project gewoon negatief is. Het is goedkoop te bouwen, maar het is erg duur om het te beheren. Als dat aan de orde is, dan heb je eigenlijk een slechte business case. Dan heb je aan de voorkant onvoldoende effecten van je programma op je beheerorganisatie kunnen of willen berekenen. En dan heeft ook de beheerorganisatie, wie dat ook is, een probleem. Want die wordt opgezadeld met een prachtig iets nieuws, terwijl die geen geld heeft om dat ordentelijk te kunnen beheren. Is dit een probleem van de overheid of zegt u van nee, dit komt natuurlijk in het bedrijfsleven ook gewoon voor? De soliditeit van de business case als het gaat om inzicht te hebben in financiën?
Ik denk dat het op veel meer plekken voorkomt inderdaad dat de relatie tussen de eenzijdige investering, de impuls via een programma, niet volledig en goed is doorvertaald naar structurele kosten, lasten en dus ook de andere uitdaging die het meebrengt. Ja. Dus ook in het bedrijfsleven, ja. Ja. Maar niet zo dat het bij de overheid naar uw mening vaker gebeurt? Nee, ik kan daar geen ja op zeggen. Wat ik wel zou kunnen zeggen is dat de grote ervaring die ik met marktpartijen heb, marktpartijen zijn in feite uiteindelijk alleen geïnteresseerd in opbrengst. Een marktpartij heeft het natuurlijk heel simpel. Je stopt er een euro in en als er meer dan een euro uitkomt, is het een reden om het te doen. En dat betekent dat vanuit die impuls en vanuit dat bestaansrecht een marktpartij per definitie verder is ontwikkeld op het tot in de treuren uitzoeken van zijn kosten. En andersom geredeneerd, soms aanbestedingen aangaat in de wetenschap dat hij er misschien niet helemaal aan kan voldoen, maar al heeft nagedacht hoe die omgaat met de boetes die ik met hem overeengekomen ben. En dat is slim marktpartij zijn. Interessant. U zei in een bijzin, ik heb eigenlijk vroeger zelf ook wel eens te weinig halverwege de rit gekeken, zijn we wel goed bezig. Kunt u dat nog eens wat preciezer zeggen, welk project dat was? Nou, volgens mij zei ik dat ik vroeger te weinig business cases heb gevalideerd. Ja, dat heb ik ook gedaan. Maar geef eens een voorbeeld daarvan, zodat we daarvan kunnen leren. Nou, het heeft geen gevolgen gehad, dat is wat anders. Maar de methodiek van business cases is natuurlijk wat later ontstaan. Bij Buitenlandse Zaken hebben wij wel business cases aan de voorkant gehad, maar toen de tijd niet doorlopend, zeg maar, gevalideerd. Maar het is niet zo dat ik daar uit tijd ben gekomen. Maar je moet gewoon reëel zijn. Toen waren de business cases nog niet van die aard als nu. Misschien had dat beter geweest, kan je ook wel zeggen. Maar je moet het ook niet overdrijven, die business Maar kunt u daar voorbeelden van geven? Weet u dat nog? Ja, ik weet dat we bij een programma, wat een ketenprogramma was, wel een business case hadden. Maar dat was met name kwalitatief. Maar wat ik er ook van weet, is dat het programma uiteindelijk is gerealiseerd binnen tijd. Die business cases waren in die tijd lang niet zo valide zoals nu. En soms ontbraken ze en waren de beleidsuitgangspunten die gedefinieerd waren om te starten, met eraan gekoppeld een passend bedrag wat overeengekomen was om te realiseren. De methodiek was anders. En je ziet die business cases nu steeds meer terug in de praktijk. Over financiële prikkels wou ik het met u hebben aan de hand van een citaat van iemand die we later vandaag nog horen, meneer Veldwijk. En nu is het niet zo dat we automatisch aan zijn hand lopen, maar hij gooit toch af en toe stenen in vijvers die veel kringen veroorzaken. Hij geeft aan dat een van de punten die hij tegenkomt is: bij bijna alle faalprojecten zijn de belanghebbenden en de financiers van elkaar gescheiden. Hij zegt dat leidt tot perverse prikkels. En als voorbeeld geeft hij dan het MGBA, dus de gemeenschappelijke basisadministratie, modernisering daarvan. Die doet dingen voor de gemeente, maar Binnenlandse Zaken betaalt. De OV-chip, dat was een gemeenschappelijk systeem voor vervoersbedrijven, maar het ministerie betaalde. C2000 is een centraal systeem voor de politie, brandweer, maar Binnenlandse Zaken betaalt. Dus gaat hij dan nog een tijdje door en hij noemt dat suikeroomconstructies. Hij zegt dat zijn perverse prikkels als je een systeem hebt waarbij een organisatie iets aan het regelen is en die huurt daar mensen voor in en iemand anders die betaalt uiteindelijk de rekening, dan gaat het altijd fout. Herkent u dat beeld? Ik herken wel de constructie. Of dat altijd fout gaat, dat weet ik niet. Maar ik snap wat hij bedoelt, want hij bedoelt daarmee aan te geven dat de financier niet altijd per definitie de afnemer is van datgene wat wordt, zeg maar, opgeleverd. Dan wel dat die afname een co-productie is tussen die financier en die afnemers. Ik herken wel die systematiek. En zijn stelling is, daar zit een zodanige perverse prikkel in, omdat je het ook niet voelt in je portemonnee om te zeggen, nou, die laatste 10% die ik nog beter wil hebben, die kost factor 3 van het hele project. Ja. En dat kan eigenlijk niet bommen, dat fout is. Nou, het zou wel zo moeten zijn dat een afnemer het voelt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Als dat niet aan de orde is, dan zou dat een mogelijke perverse prikkel zijn. Het kan aan de andere kant ook zo zijn dat zo'n, nou, ik vind suikeroom wel een aardige constructie, maar toch. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de generieke financiering voor de programmakosten is, waar de uiteindelijke afnemers in structurele zin voor gaan betalen. En dan is er
dan zou ik kunnen zeggen dat het misschien wel een goede oplossing is. Want dan heb ik misschien de investeringskosten ten laste van een derde laten brengen, waardoor ik als afnemer niet voor de investeringen verantwoordelijk ben, maar misschien dat ze dan in de kostprijs of in de afnameprijs dat wel verdisconteerd hebben. Dat laatste moet je wel hebben, want anders zou je inderdaad de beweging kunnen krijgen die u schetst. Want dan wordt het erg vrijblijvend. Maar zou u, hoe we het dan precies oplossen is, maar zou u vinden dat we die vorm van perverse prikkel, dat wij als commissie moeten aanbevelen om te zorgen dat die er niet in kan zitten? Als er geen prikkel is voor een afnemer om volledig te participeren in datgene wat we voorschrijven, dan moet er morgen mee stoppen. Dat lijkt me helder, mevrouw Warnslot. En als we dan verder gaan op dat opdrachtgeverschap, hebben we in eerdere hoorzittingen al gehoord dat er ook nog een en ander aan het niveau van de opdrachtgeverschap gewoon beter kan. Er bestaan bijvoorbeeld twijfels over het niveau van ICT-deskundigheid aan de kant van de overheid. Wat vindt u van het kennisniveau van de overheid? Ja, ik moet een beetje lachen. Want stellen we diezelfde vraag ook over de kennis van het personeelsmanagement van die overheid of het kennis van die financiële management van die overheid? Niet in deze commissie. In deze commissie stellen we deze vraag. Dus naar mijn mening hoeft een opdrachtgever of een bestuurder niet geselecteerd te worden op zijn ICT-kennis. Maar hij moet wel geselecteerd worden of hij die mensen in die context betrekt bij datgene wat met ICT te maken heeft, waar hij op kan vertrouwen. En dat gaat eigenlijk voor bijna iedere bestuurder op. En hij moet weten waar hij over gaat. Hij moet het transparant willen hebben. Hij moet een ingang hebben naar het hoogste gezag. Hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen als er onder wordt gevraagd en besluiten nemen wanneer nodig is. En dan zou het mooi zijn en meegenomen als hij verstand heeft van de ICT. Maar als hij dat, nou, er is bijna geen bestuurder die helemaal geen verstand heeft van ICT, dan is het mijn rol in ieder geval als CEO om daar volledig bij te ondersteunen om te voorkomen dat we daar uit elkaar groeien. Het gaat, misschien had ik mijn vraag wat beter moeten toelichten, want opdrachtgeverschap had ik het inderdaad over. Maar het gaat hier natuurlijk niet alleen over bestuurders. Ik bedoelde ook aan te geven het kennisniveau van ICT binnen de overheid verder. Ah, ik snap het. Ja, ik denk dat dat wel zo is. Ik denk als je kijkt naar de relatie markt en overheid, dat je hele goede mensen moet hebben op een heel hoog niveau, ook binnen de overheid, om marktpartijen ook te kunnen aansturen in een samenwerksverband wat je samen hebt. Daar heb je ook goede IT-mensen voor nodig en die zijn niet altijd voorradig. Hoe komt het dat die ICT-mensen niet altijd voorradig zijn binnen die organisatie? Dat je te weinig betaalt. Is het een kwestie van geld? Ja, het slaat natuurlijk een beetje plat. Maar uiteindelijk gaan je beste mensen, als ze niet een ideële grond hebben om bij de overheid te werken, ja, die gaan uiteindelijk naar het bedrijfsleven. Maar tegelijkertijd zie je dat ook een boel externen worden ingehuurd die lacune in kennis moeten compenseren bij de overheid. Hoe verhoudt zich dat tot het feit dat er een geldkwestie is? Ja, dat zijn toch twee verschillende dingen. Uiteindelijk gaat het gewoon, als je een hele goede IT'er wil hebben op het gebied van informatiebeveiliging, van een echt hoog niveau, die mee kan denken over hoe je omgaat met het encrypten van staatsgeheimen, zoals bij buitenlandse zaken, die ga jij gewoon nauwelijks meer vinden. Behoudens binnen één of twee ministeries die daar nog kennis en kunde hebben, met mensen die het ook hun opdracht vinden en een opvatting bij het Rijk te werken. Dus je zal gewoon echte specialisten veel beter moeten gaan betalen. Kijk, en dat zijn structurele kosten. En als je die niet hebt, dan is het logisch dat je die kosten gaat krijgen langs de andere kant. Dan ga je extern inhuren, dan zoek je die mensen wel met dat specialisme of bedrijven met dat specialisme. En dat kost dan tijdelijk meer, maar misschien structureel minder. Maar tijdelijk kost het zeker meer, want de kosten zijn hoger en de tarieven zijn hoger. Hoe kijkt u tegen die ontwikkeling aan? Ik denk niet dat ik er een generieke opvatting over heb, maar ik weet zeker dat op bepaalde aspecten in de IT zouden we binnen de Rijksoverheid echt op zoek moeten gaan om mensen beter te durven betalen als zijnde specialist in de wetenschap dat ze op niches zitten van de kennis die je als overheid nodig hebt om ook die bedrijven als goede sparringpartner te kunnen fungeren en aan te stellen. Dus ik zou echt zeggen dat je daarin moet investeren. Informatiebeveiliging zijn echt hele tricky dingen.
die samenhangen met openbare orde en veiligheid en zware infrastructurele kennis van netwerken is soms echt nodig bij de overheid. Om voor mij een beeld te geven, u heeft het steeds om een goed salaris te geven. Ja. Wat moet dat salaris ongeveer zijn? Markt, echt marktconform, hè? Ja, marktconform. Welk bedrag denken we dan aan? Ja, dat gaat me te ver. Maar ga gewoon kijken van een gemiddelde specialist van een tamelijk hoog niveau die een business architect is binnen een bedrijf verdient. Dan zult u erachter komen dat hij bij de overheid voor dat bedrag niet kan worden ingehuurd. Laten we ervan uitgaan dat hij boven de balken en de norm uitkomt om daar eens mee te beginnen. Nou, dat denk ik om eerlijk te zijn niet. Nog niet nee, eens? Nee, echt nou, niet. Dan zou het dus net kunnen. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat je wel een rommeltje van je loongebouw maakt op het moment dat je een business architect aanneemt voor 130.000 euro. Als ik daar 4 miljard mee uitspaar, wil ik best een rommeltje van het loongebouw maken. Nou, dan moeten we samen maar een discussie aangaan. Maar ik denk dat dat niet zo gaat werken. Want je krijgt dan specialisten die op onderdeel natuurlijk veel meer verdienen dan bestuurders. En dat verklaart waarom die kennis vaak echt ingekocht wordt, hetzij tijdelijk bij bedrijven. Ja. Maar uw serieuze punt is dus, uw stelling is dus, als je de moed en het lef zou hebben om te zeggen, laat een paar mensen bij de overheid, ja, in dienst zijnde van die Rijksoverheid, echt, investeer daar maar in, aanmerkelijk meer verdienen dan nu gebruikelijk is, ja, dan zul je uiteindelijk veel minder externe inhuur of betere externe inhuur of wat dan ook hebben en daardoor op je projecten besparen. Je zal zeker je kritische punten, want daar gaat het om, zou je beter belegd hebben, waardoor je ook betere regie kan voeren op die marktpartij. Ja. Dat geldt trouwens ook voor aanbestedingsmensen. Ja. Dat is ook zo'n vak wat... En Amsterdam heeft een aparte regeling, geloof ik, hè? In welke zin? Nee, dat is een grapje. Die heeft een apart loongebouw, had ik begrepen. Maar het is niet per definitie hoger dan bij het Rijk. Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Maar u bent dus iemand die dat voor een deel ook uit maatschappelijke belangstelling doet, in plaats van naar zo'n ander bedrijf te gaan. Ja, eens. Uit de pers, want we hebben natuurlijk ook interviews met u gelezen, komt u naar voren als een hard en zakelijk manager in de relatie met leveranciers. Hierbij wordt dan bijvoorbeeld ook gerefereerd aan de ervaringen die u heeft nu bij Buitenlandse Zaken, maar ook nu bij Amsterdam. Is deze zakelijke houding die u heeft typerend voor de overheid als opdrachtgever? Nou, ik weet nog niet of ik het beeld kan onderschrijven. U heeft het bijna letterlijk over uzelf gezegd. Hè, zullen we zeggen. Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat ik in die zin durf ik wel te zeggen wat zakelijker ben dan menigeen die ik om me heen zie. Ja. Hoe komt dat? Nou, dat zal wel iets te maken hebben met de keuze die je maakt om bij de overheid te gaan werken. Want ik heb voor de overheid gekozen omdat het een volstrekt gestoorde manier van samenwerken is, waar de Kamer vandaag besluit dat je morgen minder geld hebt. En dan moet je dan toch weer creatief mee omgaan. Dus daardoor moet je doorlopend moet je improviseren. En er zijn heel veel parameters waardoor het werk heel interessant is. Ja, tegelijkertijd heeft het gewoon te maken met instellingen. Je moet je werk gewoon goed willen doen. En je moet je niet willen storen aan wat andere mensen vinden. En je moet heel eerlijk altijd zijn om te voorkomen dat er geld wordt uitgegeven wat je niet wil. En als een opdrachtnemer heeft ingeschreven voor een te lage prijs en dan gaat vervolgens niet bieden wat hij heeft gezegd te gaan bieden, dan mag je hem daar gewoon in weg laten lopen. Klaar. Doe ik ook niet als naar de mediamarkt ga. Maar als u dat echt vindt, hè, en ik geloof het onmiddellijk, en ik geloof ook dat u er zelf naar handelt, hoe kijkt u dan aan tegen de vormen van, ja, ik kan het niet anders noemen, van verspilling die wij in onze rapporten, in onze eerste rapporten en onderzoeken tegenkomen? En de dingen die we ook hier van achter hetzelfde tafeltje de afgelopen 10, 8 gesprekken gehoord hebben. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Nou, ik probeer daar niet een beeld van te hebben. Ik kan niet oordelen over wie hoe zijn werk doet. Maar ik vind het stuitend. Als het waar zou zijn wat gezegd wordt, ik vind het stuitend. Tegelijkertijd, laten we ook even reëel zijn. Die marktpartijen die de hele dag lopen te janken dat die overheid zo slecht is, ze zitten overal bij, hè? Ze zitten bij de marktspiegels, ze schrijven in. Ze schrijven in terwijl ze weten dat ze het niet kunnen realiseren. Ze komen met prijspenetratie in aanbestedingen. En vervolgens weten ze donders goed waar ze voor kiezen. Dus er zit natuurlijk ook een zekere samenwerkingsverband in bij aanbestedingen, waardoor je vanuit de vrager en de opdrachtnemer altijd die spanning hebt. En die markt zoekt dat natuurlijk toch. Maar je moet ze er alleen niet mee weg laten komen. Want als ze met dat soort trucs bij u aankomen, wat gebeurt er dan? Nou, dan moet je kijken of je het kan aantonen. Dat is al vaak
Dat is wel vaak een probleem natuurlijk. Je moet heel goed kijken aan de voorkant waar je op gaat sturen bij je definitieve vergunning. Maar als partijen niet leveren waar ze zich aan verbonden hebben op basis van contracten, ga je daarmee in overleg. Dan probeer je eerst nog vriendelijk en aardig. En op het moment dat dat niet opschiet, dan ben je genoodzaakt om het contract tevoorschijn te halen. En dan ga je of naar de rechter of je verzoekt ze vriendelijk pand te verlaten. Hoe vaak bent u al naar de rechter gegaan? Nou, diverse malen, maar vaak ook zonder naar de rechter te gaan hoor. En heeft de rechtszaak ooit tot een vonnis geleid of leidt het meestal tot een schikking? Nou, de schikkingen die gemaakt zijn waren in ieder geval in dit geval in het voordeel van de dienst waar ik voor werkte. Maar soms heb ik het helemaal niet tot een schrik laten komen. Ik heb gewoon gezegd, joh, moet je luisteren. Vertrekken jullie maar gewoon volgende week. En je kan kiezen of delen of we zetten het in de krant. Ik vind het prima. Of we zetten het niet in de krant. Dan kom jij goed weg, dan beschadig ik je naam niet. En dan ga ik zonder jou verder. En vertrokken ze toen ook? Ja hoor, 30 man tegelijk. 30 man tegelijkertijd het gebouw uit? Ja. Maar diezelfde partner had er wel gewoon een paar maanden gezeten in zijn professionele marktpartij, in een situatie waarvan ik op dat moment vond dat het gewoon niet kon. En als u zo'n partij weer tegenkomt in een aanbestedingsprocedure waarbij, dan doe ik er helemaal niks waarbij mee. U toevallig weet dat hij slecht werk geleverd heeft, maar waar u officieel helemaal niet naar, zoals dat dan genoemd wordt, de past performance mag kijken, hè, naar wat iemand in het verleden heeft geleverd aan prestatie of wanprestatie. Hoe gaat u daar dan mee om? Creatief die aanbestedingslijstjes invullen? Dan ga ik daar niet anders mee om dan met ieder ander die in een aanbesteding zit dan die partij. Kijk, je moet altijd het level playing fields en de objectief blijven benaderen. En het falen van een marktpartij op klus A kan je hem nooit nadragen in klus B. Dus krijgt hij van mij dezelfde kansen. De markt is klein, je moet serieus met elkaar omgaan. Ik zal het nooit meenemen. Nou. Maar bijvoorbeeld dat van die 30 mensen die vertrokken, dan neem ik aan dat u op topniveau contact heeft. Ja. En dat u alleen met ze verder kunt als ze daar ook erkennen dat ze het niet goed gedaan hebben. Ik neem aan dat zo'n gesprek dan zo ook afloopt. Nou, in die situatie gingen ze natuurlijk niet verder. Nee, maar dat je wel met ze praat en zegt, als we elkaar nog eens een keer tegenkomen, ik zal maar zorgen dat je met een wat beter verhaal komt. Dat soort dingen hoef je vaak niet te zeggen als dit besloten is. Is de overheid een volwaardig partner voor het bedrijfsleven? Voor de leverancier? De overheid, ja. Wij willen natuurlijk gewoon weten of soms niet. Allemaal van dit soort flippo's rondlopen. Maar of dat er mensen zijn die dat te veel laten schieten. Die dat gewoon te veel voor lief nemen. En dat laatste is het signaal dat we krijgen. En is de onderstroom uit de rapportages van datgene wat we tot nu toe hebben onderzocht. En daar schrikken wij van. Vandaar de vraag. Nou, het is niet te hopen dat er veel meer flippo's rondlopen. Want dan wordt de wereld echt niet beter van. Nou, het is uitermate complex als opdrachtgever om zeker als je met een samenstel van marktpartijen in een groot programma zit, om al die partijen adequaat en goed aan te kunnen sturen. Dat is echt gewoon een gegeven en dat wordt vaak onderschat. Je moet 24 keer 7 alert zijn op de prestatie en je moet ook tegelijkertijd echt om speaking terms blijven, want die relatie met die bedrijven moet je gewoon goed houden, want uiteindelijk gaat het er niet om een marktbedrijf te disqualificeren, want die marktpartij wil ook gewoon zijn best doen. Het is niet zo dat een marktpartij willens en wetens ergens in zit om het zeg maar niet goed te doen. Maar als dit soort situaties zich voordoen, is het dus toch de kunst om dat toch zo zakelijk mogelijk afscheid van elkaar te nemen, zonder dat inderdaad een dag of een jaar later mee te nemen, want niemand heeft daarvoor gezorgd. Ik kan er niet voor instaan dat het altijd gebeurt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er heel gestructureerd op verschillende niveaus overleg is met zo'n marktpartner om te voorkomen dat het uit de hand loopt. En dat hoeft dan niet altijd te gaan over de voortgang van waar je mee bezig bent, maar gewoon over de manier waarop je elkaar vindt. Zijn aan beide partijen de hoogste mensen in charge on speaking terms? Bellen die af en toe of ze iets horen uit de verschillende contraien of het goed gaat? Hou je de relatie op orde? Ik denk niet dat dat altijd op die manier gebeurt. Nee. Vindt u dat leveranciers ook een zorgplicht hebben ten opzichte van de opdrachtgevers van de overheid? Nou, een zorgplicht vind ik een wat groot woord. Ze moeten gewoon werk doen.
En ze moeten datgene doen waar ze voor ingeschreven hebben, zoals een opdrachtgever dat doet, maar zorg. Hoe bedoelt u dat? Ja, wat ik bedoel met zorgplicht, of er ook een soort morele plicht ligt om de overheid te behoeden voor misstappen in ICT-projecten. Laat ik het zo omschrijven. Waarom moeten zij zo bij lachen bij het woord morele plicht? Ach, wake bij up. Bij leveranciers. Wake up. Morele plicht. Nou, dat, het zou mooi zijn als marktpartijen dat hadden. Ik denk wel dat ze het vaak zeggen. En ik denk zeker ook dat er bestuurders zijn van marktpartijen die dat oprecht ook geloven. En er zijn ook sessies waarin dat ook wordt uitgestraald. Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk ook gewoon marktpartijen die het wel prima vinden als ze ergens zitten, als het verloopt. Want als het een inspanningsverplichting is en geen resultaatverplichting, dan blijft die cash wel gewoon lopen. En dan moet je toch wel echt als marktpartij, als je dan zo idealistisch bent en dat morele gevoel met je meeneemt, ik denk dat je dan eerst even naar je hoogste gezag moet gaan om te vragen. Zegt de directeur, ik zit bij bedrijf X. Ik verdien er op dit moment aan 5 man elke dag 4 euro. Ik heb niet het idee dat het opschiet. Waar kiezen we voor? Voor de morele ontzorging van de Rijksoverheid? Of laten we maar gewoon de cashflow lopen? Ik denk dat het antwoord snel gegeven is. En het antwoord zou zijn? Is jouw keuze. Je had niet bij mij moeten komen, ben ik medeplichtig. Je verdient er goed geld aan, dus ga maar door. Uitzonderingen daar gelaten. En dat was Wake Up. Ja, weet je. Van mij. Maar nog even de andere kant van dat verhaal. Aan de ambtelijke kant zitten ook mensen die wellicht er een belang bij hebben dat het project doorloopt. Daar verdienen zij ook een brood mee. Kent u dat ook, dat verschijnsel, of niet? U bedoelt dat het project langer doorloopt? Ja, u wijst sterk op het belang van een bedrijf, van een leverancier, om een project toch maar door te laten lopen. Ligt dat belang alleen maar aan de kant van die leverancier, of kan het ook zo zijn? Nee, dat kan zeker ook bij de opdrachtgever liggen. Helemaal eens. En kent u dat ook? Dat is een goede nuance. Nou, het kunnen natuurlijk projecten zijn met een hele grote politieke dimensie. Waar gewoon van duidelijk is dat het moet. En dan kan het soms met vallen onopstaan doorgaan, maar de overtuiging is dat het dan door moet gaan. Dat vind ik trouwens ook niet erg. Als beide partijen dan ook maar met elkaar hebben afgesproken dat het langer duurt en dus meer mag kosten. Kijk, dan neem je bewust een keuze daarin. Maar ook als je al het beeld hebt dat het niet gaat lukken. Nou, dat lijkt me niet handig. Want dat was de situatie waar we het net over hadden. Ja, als je echt weet dat het niet gaat. Nou, ik denk niet dat er partijen zijn dat het niet gaat lukken. Ik denk dat partijen zijn die zien dat het langer duurt dan dat zou kunnen, als ze daar misschien zelf wat strakker in zouden kunnen. Het echt niet lukken. Nou, ja, voor mij ben je gek als je doorgaat met een project waarvan je als opdrachtnemer weet, of opdrachtgever weet dat het niet lukt. Ik zou geen reden kunnen bedenken waarom iemand er beter van wordt. Zie ik iets? Ja, ik moet niet aan u de vraag stellen. Maar gewoon, we hebben twee voorbeelden gehad. We hebben er eentje gehad waarvan iemand zei van luister, wij als opdrachtgever zouden hier wel degelijk heel aardig aan gaan verdienen door nu door te gaan. Maar we vinden dat wij u moeten vertellen, wij opdrachtnemer, vind ik lastig. Dat wij u opdrachtgever moeten vertellen, als u zo doorgaat, dan gaat het echt niet lukken. Dat nou, vind ik echt top. Zo wordt het. Waarop die opdrachtgever zei, kop houden, we gaan wel zo door. Waarna die opdrachtnemer zei, nou ja, dan gaan we ook door ook en we factureren. Nou, ik vind in ieder geval heel goed dat een marktpartij zich zo opstelt. Want daarmee brengt ze de professionaliteit mee in die samenwerking met die overheid. En het zegt ook iets over het feit dat ze het expliciet maken. Het zou ze misschien nog meer sieren om er voor ons dan toch uit te stappen. Want als je dat van tevoren zegt en je opdrachtgever zegt niet zeuren, maar ga door, nou, dan maak je wel wat kwetsbaar. Maar ik vind het compliment voor die marktpartij dat hij daar zo'n opdrachtgever zo strak op stuurt. Dat vind ik echt heel goed. Voor deel 1 van het gedrag. Nou, oké, maar dat vind ik echt heel goed. Mevrouw Brunselt. En ik zou kijken ook naar marktpartijen, dat als ze in ieder geval met ons werken en ze zien dat wij dingen dom doen of verkeerd doen, of waardoor die relatie en die doelstelling niet kunnen worden gehaald, dan verwacht ik ook van die marktpartijen dat ze mij erop wijzen. Want wij maken ook aan die overheidskant fouten. En dan kom je er zelf samen ook beter uit. Dat vind ik alleen maar goed. Graag. Want ook die overheid maakt fouten. U gaf daar zo net heel helder aan dat we niet te veel van een morele plicht van leveranciers hoeven te verwachten. Maar dat maakt denk ik ook wel uw argument des te helderder dat de overheid dan ook goede ICT-kennis in huis moet hebben om een volwaardige partner te zijn. En hiermee hebben we ook een aantal dingen besproken over wat nou de problemen bij grote ICT-projecten bij de overheid zijn. Maar wat ziet u nu als belangrijkste verbeterpunt, behalve dat
de overheid misschien ook meer moet investeren in goede ICT-kennis en specialisten. Waar moeten wij als commissie mee beginnen om ervoor te zorgen dat een aantal problemen voorkomen worden? Ik denk dat we alert moeten zijn op de vraagbundeling binnen de Rijksoverheid. Het heeft mooie kanten, want het gaat uit van het vergroten van de vraag leidt tot lagere kosten. Dat kan wel zo zijn bij uitgekristalliseerde diensten in de markt, maar er zit toch een gevaarlijke kant aan. Omdat als die kavels te groot worden van de Rijksoverheid en die bedrijven met elkaar moeten samenwerken om daar invulling aan te geven, dan neemt die gecapitaliseerde waarde toe. De doorlooptijd neemt toe. En als een van de bedrijven dan niet zo'n gunning krijgt, dan is die in tegenstelling tot het verleden gelijk grote percentage van de nationale markt kwijt. Dus ik vind dat een gevaarlijke ontwikkeling en we moeten denk ik echt heel goed nadenken of die lijn doorgezet moet worden. Omdat we gezien de wat kleinere markt behoefte toch echt hebben aan concurrentie en dat level playing field. En we hebben dus behoefte toch aan meerdere partijen die daar elkaar scherp houden. Dus ik zou eigenlijk zeggen, ga niet veel verder met die schaalgrootte van die vraagbundeling bij die aanbestedingen. Maak projecten kleiner dan in eerste opzet vaak toch worden gedaan. Als iets kleiner is of opgeknipt wordt, dan kan je samen met zo'n marktpartij tussentijds makkelijker ergens stoppen of anders doorgaan. Dus maak niet een programma voor een heel traject, maar probeer dat op te splitsen. En benoem expliciete momenten waarin je met elkaar kijkt of de doelen gehaald worden. Omdat je dat verplicht hebt, zeg maar, aan de voorkant. Want dan dwing je met elkaar dat nog eens te toetsen. In plaats van het impliciet te laten ontstaan. Want dat is een risico. Ja, dit zijn wel de eerste twee, maar even te binnen schieten. Ja. Het zijn de twee belangrijkste die je ons mee wilt geven. Ja, ik denk het wel. Bij Polenveld, laatste vraag. Wat mij fascineert, dat is dat u de enige tot nog toe bent geweest, waarvan ik het gehoord heb, die de 30 man uitstuurt, dus een heel bedrijf uitstuurt. Maar wat heeft dat gedaan voor de kosten van dat project? Want je hebt daarna toch weer anderen nodig om het project voor te zetten. Nou, om te beginnen wil ik voorkomen dat het, weet je, het is geen stoerdoenerij, hè? Want je bent helemaal niet blij als je dat doet. Dat het niet de verkeerde indruk wordt gewekt. Dat je dat doet, dat is omdat je het gevoel hebt dat als dit zo doorgaat, dat moet je gewoon niet willen. Dus en je moet ook het signaal afgeven dat je wel opdrachtgever bent. Ja, laten we reëel zijn. En ik wil ook niet indruk wekken dat het elke dag gebeurt natuurlijk. Nou, die kosten, in dit geval ben ik heel eerlijk. Die mensen zaten daar in een te veel... Wat zegt u? Dus in dit geval ben ik heel eerlijk. Ik hoop dat u in alle gevallen heel eerlijk was. Nee, ik ben altijd eerlijk. Dat wordt niet altijd in dank afgenomen, maar scheelt een hoop tijd. In dit geval was het zo dat die mensen bezig waren in een fase van het project dingen te doen waarvan ik en andere mensen dachten van, hoe kan je in hemelsnaam nu daar al mee bezig zijn als de rest van het project nog niet klaar is om daar input aan te geven? Dus die waren te vroeg bezig in dit geval met zaken te beschrijven op het gebied van instructies, opleiding, et cetera. Die mensen zijn vertrokken. We hebben waarschijnlijk na een half jaar of na een jaar, toen we eraan toekwamen, misschien 5 of 6 man ingehuurd. Of als kan, toch meer zelf doen. Toch alert zijn daar waar het gaat om samenwerken met integratoren, zo noemen ze zich vaak. Die in feite een soort tussenpartij zijn tussen een opdrachtgever en een aannemer. Zie je soms een marktpartij die verbinding legt tussen wat ik als opdrachtgever wil en die marktpartij die dat voor mij moet uitvoeren. Dat is een constructie die je regelmatig ziet. En ik vind het over het algemeen geen gelukkige constructie, want er is gewoon geen marktpartij die de hersens van die opdrachtgevers kan vertegenwoordigen. Ik zeg ook niet dat het stoer is om mensen eruit te sturen, maar waar het mij om gaat, ik kan me voorstellen dat dat extra kosten oplevert. Er gaan oude mensen... Nee, in dit geval niet. Het heeft alleen maar opgeleverd. Mensen stopten met werken, niemand heeft het gemist. En na een jaar hebben we in plaats van die 30 misschien 6, 7 of 8 mensen ingestopt die op dat moment dat werk moesten gaan doen. En het waren vaak ook eigen mensen, dat is verder goed gegaan. Je kan je wel afvragen of de periode daarvoor, of daar geen te veel geld aan uitgeven is. Nou, dat antwoord had u al gegeven, want ze stopten met werken en niemand wist het. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja. Dank.
Ik schors de vergadering tot 3:15. Niets te danken.